Vandaag hebben we de opening van onze Gravity Concentration Plan. Het winnen van goud middels Gravity. En het is een investering van Grasalco waarbij we op eigen kracht als Surinaam staatsmijnbouwbedrijf goud winnen. Hoe werkt het? Nou, de naam zegt het al, Gravity Concentration middels zwaartekracht. Je ziet als je kijkt naar de plan, de opzet van de plan, dat er van hoog naar laag wordt gewerkt. Daar komt het materiaal middels water, maken van een slurry, komt het terecht in een crusherbak. De crusher die moet vermalen, in eerste instantie fijn. Als het goud daarin is vrijkomen, die gaan in de concentrator. Dat zijn twee ronde dingen die je daar ziet. Het overtollig materiaal wordt dan weer gepompt in een bak, dat is in het midden daar. Die bak heeft een pomp. Die verpompt het verder naar boven en daar vindt die echte gravity situatie plaats. Met de zwaartekracht krijg je dat de lichte deeltjes eruit gaan vallen. Water en zanddeeltjes die zijn veel lichter dan goud. De zware deeltjes van goud en het materiaal dat nog niet goed vermalen is, heeft een gewicht, die gaat terug in die ballmill. De balmiel verfijnt het veel verder. Wanneer het klaar is, pomp je het weer in een andere concentrator. Elk twee waar het hoge concentraat goud zit. En dat wordt om de zoveel uren weggehaald en het wordt verder hier gescheiden, het materiaal in de gold room, met een shaking table waarbij het fijne goud wordt gescheiden van het grof materiaal. Is rijkelijk gezegend. Naast onze watervoorraden, houtvoorraden, bauxietvoorraden, hebben wij dus nu ook goudvoorraden die het interessant maken voor een bedrijf als Grasalco om haar activiteiten naar Para te brengen en het district wederom positief op de kaart te zetten, nationaal zowel internationaal. Ik als burger van Para niets anders zeggen dan dat ik trots erop ben. Merendeels omdat het in het district zit, maar grotendeels omdat het bijdraagt bij de ontwikkeling van het totale land. En de vruchten hiervan gaan we heel binnenkort plukken. Ik kom met een plukker, gelooft u me. De president is niet hier, maar hij hoort het wel. Ik wil u dankzeggen voor het gestelde vertrouwen in mij en mijn team om de sluimerende reus wakker te schudden, maar meer nog om ervoor zorg te dragen dat deze nimmer meer in slaap valt. Er zal op zodanige wijze gewerkt worden dat het milieu niet vervuild raakt door onze handelingen, maar juist beter van wordt. Wij gaan voor de ontwikkeling van een kwikvrije proces. Hey!
Dit is het derde product welke we in de ontwikkeling brengen. Zandsoorten. We zijn nu zelf bezig onze eigen zandput te ontwikkelen. Daarnaast hebben we steensla en nu goud. En daarmee willen we ervoor zorgen dat we invulling geven aan onze slogan. We bring prosperity to the surface.